Toen Denisha voor het eerste keer een crisis kreeg, was het heel heftig. Denisha die heeft hele ernstige crisissen. Dat ik gewoon als moeder dusdanig zelf in paniek raakte. Ze gilt echt alles bij elkaar van pijn. En ze huilt heel veel. Ja, je moederhart bloedt gewoon. Je wilt het zo graag van haar overnemen. Hallo, ik ben Denisha en ik heb sickle-cel-ziekte. Mijn oudste dochter Denisha die is 8 jaar. Het is een prachtige, lieve meid die ontzettend houdt van dansen. Ik heb een paar bekers. Deze had ik met mijn team gewonnen. Word ik tweede van dansen. Maar ja, daarnaast ook heel verdrietig dat ze sickle-cel-ziekte heeft. En daar baalt ze enorm van. Ja. Omdat je dan naar het ziekenhuis moet en dan mis je op school sommige leuke dingen. Sickle-cel-ziekte is eigenlijk een ernstige vorm van bloedarmoede, waarbij hun rode bloedcellen niet rond zijn, maar sickle-cel-vormig. En die halve maantjes blijven dus steken op bepaalde plekken in het lichaam, in bepaalde bloedbanen, waardoor er een zuurstoftekort optreedt. En hierdoor ontstaan hele heftige pijncrisissen, botcrisissen of orgaancrisissen, waardoor er dus best wel veel orgaanschade kan ontstaan. Het verschil tussen Denisha en haar zusjes qua ziekte is dat Denisha het vanaf haar anderhalve jaar al heel heftig heeft. En bij haar zusjes is het gewoon in mindere mate. Imani heeft pas vanaf haar vierde jaar haar eerste crisis gehad. De buitenwereld kijkt heel nuchter tegen de sickle-cel-ziekte aan. Niemand weet eigenlijk hoe ernstig ziek mijn kinderen zijn, omdat ze er zo normaal aan de buitenkant uitzien. Als ze eens wisten wat er nou echt werkelijk speelde allemaal en wat er echt bij komt kijken. Heel veel mensen overlijden aan de complicaties van sickle-cel-ziekte door bijvoorbeeld een longontsteking of orgaanschade. Dus het is gewoon een hele risicovolle ziekte. Mensen staan daar gewoon niet bij stil en dat is soms wel heel frustrerend. Dat je niet begrepen wordt waarom je soms al ernstig zorgen maakt over je kinderen. Vandaag ben ik in het ziekenhuis omdat ik een bloedtransfusie krijg.